Hoi, it's me again. Ik heb nog steeds geen idee hoe ik zo een video moet beginnen. Dus laten we maar meteen beginnen met waar deze video om gaat. Deze zomer ben ik eigenlijk niet echt weg geweest. Heb ik wel een paar dingetjes gekocht en die wil ik graag met jullie delen. En dat zijn dingen die ik echt heel nice vind. Dus daarom ook deze video. So, let's begin. Oké, eerste item waar ik echt super blij mee ben, is eigenlijk al iets wat jullie hebben gezien in de voorgaande video's. Alleen zat ik heel erg te twijfelen aan de maat. Maar het zijn deze shoes, de Birkenstock knock-offs. Ze noemen, deze soort noemen we ook wel de Boston. Het zijn dus niet de echte Birkenstocks, maar deze zijn van Nelson. En deze loopt echt zo chill en ik vind ze echt heel nice. Ik wilde ze al heel lang, maar ik wist niet of ze welk maat ik nodig had. Dit is maat 37 en normaal gesproken ik maat 38, maar maat 38 was hier te los. Maat 37 is op zich wel prima, alleen mijn voet is echt tot gewoon hier. Maar het loopt prima. Ik heb nog niet echt lange afstanden hiermee gelopen. Dus ik denk niet ook dat het echt hiermee echt een goede schoen hiervoor is. Maar I really like these. En is ook gewoon de helft goedkoper dan echt een Birkenstocks. Dus deze. Ik denk niet dat ze meer online verkrijgbaar waren. Want toen ik zeg maar deze bij Nelson wilde kopen, had ik de laatste paar. Maar misschien kan je nog in de winkel vinden. Maar toen ik zeg maar een maand geleden ook nog in de winkel was geweest, zeiden ze ook van ja, deze schoenen gaan echt heel snel. Dus ja, en het is, wat staat hier? Memory foam. Volgens mij is het echt sweden. Dus dat is heel nice. Maar ik moet nog even kijken hoe ik dit wil gaan stylen. Want ja, dit is wel een schoen die niet past bij alles. Dus misschien ga ik hier een styling video van maken. I'm not sure. But yeah, I really like these. Ik heb ook echt de Birkenstocks in deze. Deze heb ik echt al 4 jaar lang. Ik weet niet hoe deze heette. Maar deze is net ook een goed chill. Ze loopt dus wel hard. Het is een beetje verroest. Maar hè. Ik heb dus ook al heel lang niet aangehad. But I like these. Het is ook iets anders dan de normale Birkenstocks. Deze had ik toen bij Zalando gehad, volgens mij ook voor 60 euro of zo. Oké, next. Next item. Dit is echt iets heel basics, maar I really use this every day. Dit is deze beker. Dit is zo chill. Ik vind het zo fijn dat het maar rietje heeft. Want met rietje drink je zoveel meer water dan gewoon zo. Dus ja, dit is... maakt me eigenlijk hydrated, gehydrateerd door de dag heen. Ik mis nog één ding eigenlijk. En zo'n band of zoiets. Dat ik gewoon makkelijk kan vasthouden of meenemen. Want ja, noem ik het hier of zo vasthouden. Want mijn zusje heeft zeg maar zo met een band eraan, een lint. En dan kun je gewoon makkelijker zo om je pols heen en dan zo meenemen. Maar deze is zo chill. Kan ook 700 ml volgens mij in. En deze heb ik gewoon bij de Action gehaald. En deze was maar 3 euro. Ook echt super chill. Dus als ik uitgekeken ben met deze fles, dan kan ik weer nieuwe halen. Wat ik wel een beetje eng vind, of minder chill, is dat hij niet zeg maar, ik weet niet of je kan zien, maar dit gaat niet helemaal, dit zo ver gaat. Dus het lijkt alsof die op elk moment kan lekken. Maar dat is niet zo. Dus deze vind ik echt heel chill. Dus dan doe ik gewoon zo. Zo warm. Wat een beetje een nadeel is dat hij dus een beetje van hier vies kan worden. Maar ik drink dit echt alleen maar water. En volgens mij heb ik thuis ook zo van die borsteltjes voor je glazen rietjes. Dus dan kan ik dat dan hier ook binnen eens goed schoonmaken. Maar ja, dit is echt, I really, really, really enjoy this bottle. To the next accessory. Dat is deze zonnebril. I really like these. Deze heb ik van de H&M. Zoiets heb ik nog niet.
Maar ja, dat is heel chill gewoon. Ja, wat moet ik erover vertellen? Eerst, ik had het toch maar 2 zonnebrillen besteld bij H&M. Deze en nog iets 1 grotere. En ik zat heel erg twijfel of ik deze zou moeten halen. Want deze lijkt heel erg op eentje die ik al heb, volgens mij. Nee, die heb ik niet. Nee, ik heb... Nee, want deze heeft een beetje een cat eye. Niet helemaal. Maar ik had er eentje, maar die was te kapot gegaan. Maar nu deze van H&M. Super chill. Wat ik ook heel fijn vind aan zonnebrillen, als die zeg maar zulke pootjes hebben en niet van die dunne pootjes. Even kijken of ik die hier heb. Ja. Zulke pootjes. Want met zulke zonnebrillen, dan kan je zeg maar niet echt over je hoofd. Op je hoofd zetten. Deze ga je zeg maar letterlijk gewoon zo en dan over je hoofd heen. Dat is gewoon een accessory voor mijn hoofd. Maar ja, deze nieuwe zonnebril. I really like this. Oké, nu on to clothes. Kleding. Ik ben ook een beetje shoppen tijdens sale. Weet je, ja, meer aan het einde van de sale dan in het begin. I don't know, ik vind zo druk altijd als ik in de winkel moet shoppen en het begint net pas met sale. Maar ik heb wel iets kunnen halen de afgelopen week. We beginnen iets met topjes. Deze top, dit topje. Heb ik bij de New York gehaald. En deze had ik ook eens in het groen roze gezien. Met dus ook twijfelen. En nu heb ik een paar schil. En deze was 5 euro volgens mij. Het is wel een beetje warm voor dit weer. Want het is nu 30 graden. Dus ik zou dit nu niet dragen. Maar I really like it. Ze hadden nog maar 1 maat. Dus deze heb ik even gehaald. Het is ook maat XL. Maar op zich is dat prima. En het is ook gewoon aandoen met een spijkerbroek of zo. Next. Topje had ik ook bij de New Yorker gehaald. Dus dit topje. Heel basic. Maar ik heb gewoon basic topjes nodig. En dit is zo'n basic topje. Ook echt super chill. Voor de zulke warme weers. Omstandigheden. Streepjes met groene streepjes. En deze was volgens mij 4 euro. En I really like this. Ook weer streepjes, net als die vorige shirt. En ik had nog een shirt gehaald bij New Yorker. Gewoon een wit tanktop. Want mijn zusje heeft er een en die leen ik best wel vaak. Maar zij gaat weg en dan heb ik geen... ze gaat weg van een half jaar en dan heb ik geen witte tanktop meer. Zo, ik heb die ook gekocht. Dat was het voor topjes. En dan gaan we nu naar de broeken. Ik heb 3 broeken gehaald. 3 broeken gehaald bij de Zara. Ook allemaal in sale. Eentje is deze. Die heb ik al aan. Oké, ik zie het niet zo goed. Ik zal even een aanvat laten zien. Maar deze is echt super chill. Het is allemaal een linnen stof. En I really like that it's checkered. Deze was eerst 40 euro, maar ik heb het voor 13 euro gehaald. En het was ook eerst te lang, maar toen heb ik het een beetje ingekort. Dus nu is het gewoon precies goed. En ik heb nog een broek gehaald. Dat is deze. Cargo. Ook super chill. En deze was ook echt eerst te lang, maar die heb ik ingekort. As you can see. En nu is het ook gewoon super chill. Hij zit wel een beetje wijd hier. Maar op zich is dat niet echt een heel groot probleem. En deze had ik aan tijdens tienerkamp. En het was zo chill op de eerste dag. Want tijdens de eerste dag moest ik best wel veel dingen regelen. Ik had allemaal elastiekjes, plakband, tape, stift. En ja, deze had zoveel zakken. Ik had dus het was heel fijn om dit... deze broek aan te hebben. En gewoon grote zakken. En hierachter ook nog zakken. Oh, is het dicht? Maar nee, voor mij kan ik deze openen. Of niet? Oh nee, dit zijn nepzakken. Maar deze vind ik heel chill. En deze was ook afgeprijsd naar 13 euro. En dan heb ik nog een broek bij de Zara. Deze moet nog ingekort worden.
Het prijskaartje hangt er nog aan. Dit was ook 13 euro. Eerst 50 dus. Maar deze is veel te lang. Dus deze moet ik nog inkorten. Ik heb al wat afgeknipt. En ook streepjes gezet. Waar ik hem moet inkorten. Maar het is wel een lastige stof. Omdat het maar heel... Ja, het glijdt heel erg. Dus ik moet even mijn moeder vragen of zij mij kan helpen met dit inkorten. But I really, really like this as well. Wat voor maat is dit? Maat M. Volgens mij is dit ook maat M. Even kijken voor de zekerheid. 38. En deze volgens mij, die ik aan heb, ook M of 38. Dus dat voor kleren. Verder met make-up. We beginnen wel eerst met dit. Ik heb een highlighter gekocht van Kiko. Ik zal deze even opdoen. Dit is van heel chill. Ik had er eentje van Kiko. Maar die was een beetje opgeraakt. Dus ik had een nieuwe nodig. Maar je moet deze wel goed blenden meteen. Als je maar opzet en je laat het eventjes en je gaat zeg maar verder met andere make-up, dan gaat hij wel stenen. Dus je moet het wel meteen zeg maar goed uitblenden. Ik ben geen beauty guru, nogmaals. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Maar ja, yeah, I really like it. En highlighter doe ik dus meestal op mijn neus. Boven mijn jukbeenderen, als het zo genoemd wordt. En boven mijn lip. Oh shit. Nou, pech. En soms doe ik het ook wel een beetje hier. Like this en dan even toch blenden. Maar dit dus. Zo. Voilà, dus dit is de highlighter. En deze was ook in aanbieding. 7 euro. It is Blossoming Beauty. Dazzling Liquid Eye. Oh, dit is een eyeshadow. Lol. Wacht, oké. Okay. Laat me dit gebruiken voor een eyeshadow. Ik ga stuk. Is dit een eyeshadow? Ik dacht dat het een highlighter was. Ik ga helemaal brocco. Nou, dus dit is eigenlijk een eyeshadow, maar ik gebruik het als een highlighter. So you know now. Next item waar ik echt heel blij mee ben. En ik wist niet dat het echt zo goed werkte. Dus heb ik bij Düsseldorf gekocht. Het is dit. Ballet van Ballet. En er staat House Rhine Pickle Optex Stift. Met Salik. Zo zuur. Maar dit vind ik echt heel nice. Ik dacht eerst dat het zeg maar iets is voor je pukkels. Die je zeg maar een beetje kan helen. Zeg maar. Zo'n, je dacht van die stickers die je op je pukkels plakt. En dan haal je zeg maar dat pus eruit. Ik dacht dat dit het, zeg maar, een beetje hetzelfde idee was. Maar het is meer een concealer idee. En deze concealer vind ik zo fijn. Ik heb hier dus een beetje... Ja, pukkels volgens mij, buisjes. En het was eerst een beetje rood en bruinig iets, donker. Ja, je zag het heel goed. En dan doe ik dit zeg maar zo erop. Oké, ik ben nog steeds geen beauty girl. Maar dit bedekt het dus gewoon heel goed. En volgens mij hield het ook zeg maar een beetje. Want er zit ik weet niet hoe het is, met salixuur. Volgens mij is het best wel goed voor je skin. Maar dit doe ik ook, gebruik ik ook gewoon als concealer. En het werkt echt heel goed. So, als je in Duitsland bent en je bent in een DM, koop dit. Dit is echt, echt life saver. I really like this. En dit is ook maar 1,80 volgens mij. So, buy this. Balea Optex Stift. Last but not least item. Het is iets niet wat ik gekocht heb, maar wat ik echt zo, zo chill vind. Het is echt gewoon no words for it. Want ik weet niet of jullie het ook hebben. Of ik heb echt heel veel last dat ik als ik een mascara op doe, dan
gaan mijn wimpers gewoon zo naar beneden. Na een paar uurtjes. Misschien na een uur zelfs. Ook als ik wimperkrullen doe, dan zakt het gewoon naar beneden. Ik heb ook met föhn geprobeerd. Het zakt gewoon naar beneden. Wat ik ook doe. Maar ik heb iets gekregen van Chloe. Tijdens tienerkamp. Ik had eventjes getest, geprobeerd. Want zij gebruikte dus dit. Het is dit kleine tubetje. Toen denk ik, wat de heck is dit? Maar dit doe je dus eigenlijk voordat je mascara opdoet. Het heet Pure Lash Extender and Conditioner. Het is een soort van witte mascara. En dat doe je dus eigenlijk eerst op je wimpers. Zo. Ik had het vanochtend al een beetje opgedaan. En daarna krooi je het gewoon met een normale kruller. En naar de mascara. En dit houdt mijn lashes zo erg omhoog. Ik heb nog geen idee waar ik dit kan halen. Waarschijnlijk gewoon online. Dus als dit op is, dan haal ik een nieuwe. For sure. Echt waar. Dit is echt. Deze moet je echt halen. Het heet Jane Iredale. I don't know. But this is so good. Trust me. Ik heb alles geprobeerd. Echt alles. Maar dit houdt mijn lashes de hele dag omhoog. Dit is echt mijn favoriete item. Na de beker. Nou, dan van de zomer. Ook al heb ik dit niet zelf gekocht. Shout out to Chloe voor dit. maar dit is echt, echt, echt een aanrader. Als ik iets moest aanraden van wat ik als heb laten zien, is het dit. Voor mensen die zeg maar wimpers hebben die zeg maar niet omhoog blijft. Buy this. Buy this. Ik ben niet gesponsord. They should sponsor me. Oké. Goed. Dat was het van mijn alle aankopen van tot nu toe. Wat ik nog wel echt moet halen deze zomer. Voordat mijn zusje weggaat op exchange. Zijn AirPods. Want nu gebruik ik haar AirPods nog. Maar ik moet echt nieuwe. Ik moet zelf gewoon AirPods halen. Want mijn oortjes die hebben het ook begeven. Eén oortje doet het niet meer. Dus I have to buy AirPods. Zodat we mijn volgende nieuwe aankoop. Goed. Ik hoop dat je het leuk vond. En ja. See you guys next time. Bye.